Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van Roblox Gamester Tycoon. En ik heb een beetje gespaard. Ik heb tot 32.526 gespaard. In deze video zal het dan gebeuren eigenlijk. Ik zei in een van de vorige video's dat één dat 35.000 kostte als voorlaatste of laatste ging doen. Of, nee, weet je wat? Ja, dat gaat zo blijven. Maar, we kunnen de 16 standaard monitor kopen. Hebben we gekocht. Rood. Waarom niet? 20 standaard monitor. Koop. Deze ga ik zwart houden. Natuurlijk de 24 standaard monitor kunnen we ook al kopen. En die maak ik... geel. Nee, dat past niet echt. Die maak ik groen. Zo van normaal groen. Ja, die premium display, dat doe ik later. De standaard PC case. Dus daar ga... ja, dat is waar dat de PC in gaat zitten. Je hebt natuurlijk het scherm, oftewel de monitor. En ja, de PC is bij een gaming PC. Of bij een PC in het algemeen. Ja. Altijd apart. Tenzij dat je voor een laptop gaat. Maar ja, tot zo. By the way, ik ga weer een aantal Crew 2 video's maken. Als deze video aan het uploaden is, dus... ja. Ik heb al heel veel geld gespaard op de Crew 2, dus als ik nog iets wil kopen, een auto... ja, ik ben aan het sparen voor een pack die bijna 2 miljoen kost. Dus en daar heb ik al best wel wat voor gewerkt, dus daar ga ik daar ook voor. Er is een bepaalde tijd dat, ja, en binnen die tijd moet je die pack gekocht hebben... tenzij dat je de auto's apart wilt. Twee van die twee auto's heb ik al. En dat zijn allemaal Ferraris die er in die pack zitten. Twee Ferraris heb ik al, oftewel de Ferrari F40 en de Ferrari F12 Berlinetta. Maar er zijn nog een aantal Ferraris die ik nog niet had. Of heb. Die er nog in die pack zitten. Dus. Ja, tot zo. Mensen, in de volgende video gaan we deze standaard gaming PC kopen. Oftewel van 40.000. De Extreme Game. Weet je wat? Ik ga gigantisch veel sparen tegen de volgende video. Dus die video zal niet morgen komen, maar die zal... goh. Weet je wat? Die video zal... ja... op het einde van de video zal ik wel zeggen wanneer, want dan kan ik altijd terugluisteren wanneer ik de video moet maken. Of weet je wat? Ik ga een alarm maken. Dus, ja, als de video aan het... als die is geüpload... ik ga de video... de volgende Roblox video... op woensdag maken. Tussen elke Roblox video zullen er 2 dagen tussen zitten. Dus... woensdag komt er een video...
Zaterdag komt er een video. Ja, en dan dinsdag en ja, enzovoort. Altijd 2 dagen die ertussen zitten. Dus het is niet op vaste dagen. Het is altijd wel een beetje verschillend. Maar je moet gewoon tellen 2 dagen ertussen. En that's it. Maar ja. Ik ben zo terug als ik genoeg geld heb voor de PC. By the way, als je de hele serie terug wilt kijken, dan probeer je de afspeellijst Roblox Gamester Tycoon maar te vinden. De afspeellijst. En daar staan alle video's in, normaal gezien, die ik tot nu toe heb gefilmd. Van Roblox Gamester Tycoon. Als ik er een ben vergeten, ja, dan merk ik het zelf maar. Maar ja. Ja. Nou goed. We hebben genoeg geld om de standaard PC case te kopen. Ja, voor deze heb ik 40.000 nodig, dus. Hoppa, gekocht. En die verkopen we in het rood. Omdat de standaard monitor een van ook rood is. Dus dan horen die bij elkaar. Oké. Dat gaat hem makkelijker worden. Zeker weten. We gaan nog altijd in die laatste 8 minuten gaan we nog een aantal posters kopen. Dus mensen, tot zo. Volgens mij is die Alienware poster ook de duurste die er is. Dus daar gaan we eerst voordat we daar hebben gehad. En ik heb een live contract gecomplete ondertussen tijdens het knuppen. Op de Crew 2. Low altitude. Ik moest 1000 meter laag vliegen in Los Angeles. En jullie willen echt niet weten hoeveel bomen dat er stonden. En je mag niet boven de oceaan vliegen. En dat is kei-irritant. Maar goed, ik heb hem gehaald. Extra crew credits erbij, nice. Als ik nog wat contracts ga completen, kunnen we misschien in een video ja, een auto kopen of zo. Ja, wel een goedkopere, want een dure zou ik niet kunnen kopen daarmee. Want je krijgt maar 1000 per contract. Maar goed, de poster is gekocht. Aangezien de aliens meestal groen zijn, een groene poster. Net als het Roblox poster. Ik zou hem rood kunnen doen, maar dan matcht dat veel te hard met de muur. Weet je waar ik doe die rood? Gaming PC sign. Oké, deze. PC gaming sign. Ja, deze is nog iets duurder. De Nvidia GeForce BLX Sign. Oké, dat is de duurste. Maar ja. We gaan al die signs al kopen. Die HD TV screen kan ik kopen als ik nog $8 krijg. Yup. Gekocht. By the way, kun je die andere ook kleuren dan? Nee. De TV-advertisements kun je niet kopen. Kleuren bedoel ik. Oké. Deze TV-schermen kun je dus wel kleuren.
Oké, dat is goed om te weten. Ja, mensen, tot zo. En we kunnen bijna weer een schermpje kopen. Dit is het laatste wat we in deze video gaan kopen. En dan... het is zondag 17 mei om 16:03. Ben ik deze video dus... Ja, het laatste aan het zetten. Tenminste, bijna toch. Nog even een aantal dollartjes. En eindig ik deze video. In deze video hebben we veel meer gekocht dan in de vorige video. 6 dingen denk ik als je deze erbij telt, want we hebben hem nu gekocht. Als je deze erbij telt, zet in de reacties hoeveel dingen dat ik in deze video heb gekocht. Like, abonneer en bye bye.